De grote eikendeur van de bibliotheek sloot zachtjes en we hoorden de abt weglopen in de lange gang. Eindelijk waren we alleen en bemerkten de heerlijke stilte en de rust in deze zaal. Een klassieke bibliotheek, haast Engels van stijl. De kasten met de boeken reikten tot aan het hoge plafond en stonden in rijen dwars op de muur. Naar schatting waren hier door de eeuwen heen zo'n 35.000 boeken verzameld en gecategoriseerd. De zaal was ongeveer 20 meter lang en 11 meter breed en in het midden van deze ruimte stonden enkele eikentafels en stoelen. Boven de tafels hingen aan zware kettingen koperen lampen, maar we konden geen lichtknopje vinden om ze aan te doen. Op de tafels stonden 5-armige kaarsenstandaards. De vloer bestond uit een donker eiken planken die kraakten onder iedere voetstap die je zette. Langs de ongepleisterde buitenmuur en onder de vensters stonden enkele met leer beklede banken, waar men kleine tafels voor had geplaatst. Een vaal buitenlicht viel op de tafels. Aan een van de muren hing een groot schilderij, het enige in de bibliotheek. Ik liep er naartoe en zag dat het een scène uit het Nieuwe Testament voorstelde. Maria Magdalena en de tuinman, de verrezen Jezus bij het graf. Op de achtergrond was de stadsmuur en de tempel van Jeruzalem te zien en in de lucht vloog een duif met in zijn bek een boekrolletje. Ik vond het een merkwaardig tafereel en riep de prior. Wat vindt u hiervan? Hij fronste zijn wenkbrauwen, liep naar het doek en betastte het heel voorzichtig met 2 vingers de verf. Nam weer enkele passen terug en bleef toen zwijgend ernaar kijken. Ik zag dat hij zo af en toe zijn ogen toekneep en tuurde. Ook hoorde ik hem iets mompelen over lijnen. Uiteindelijk ging hij weer naast me staan en zei... Als iets zo prominent in de bibliotheek van deze abdij hangt... moet het bijna wel iets willen onthullen. Ik nam het niet serieus en glimlachte. Hij trok me zachtjes aan mijn jasje naar het midden van de zaal en zei... Ik heb het vermoeden dat de schilderij op een sterk geometrisch systeem is gebaseerd. Wanneer dit waar is, dan betreft het vermoedelijk een oude techniek die in de middeleeuwen in gebruik is geweest. De toenmalige kerk en ridderorde vonden dat er nogal wat mystieke geheimen waren die verborgen moesten blijven voor de gewone man. Wanneer een schilder een opdracht ontving, moest hij de aan het thema gerelateerde geheimen coderen in zijn werk. Alleen de ingewijden konden de verborgen structuur vertalen in een relevante boodschap. De mystieke geheimen konden zo de eeuwen overleven en door de overdracht van de codes aan de nieuwe generaties ingewijden bleven ze goed verborgen voor de burgerij. Het gaat hierbij om een geometrische onderverdeling van de rechthoek. Ik ben echter even kwijt hoe dit soort systemen genoemd worden, maar zeg eens, zie jij wat ik bedoel? Ik bekeek het schilderij aandachtig en haalde toen mijn schouders op. Geestdriftig ging hij verder. Kijk maar eens naar de afstanden tussen de duif, de tuinman aan de linkerkant, Maria Magdalena en bovenin het kruis op de koepel van de tempel. Ik nam enkele passen terug en nogmaals probeerde ik het te zien. De prior bemerkte dat ik er moeite mee had. Hij liep nu naar een van de tafels, pakte een leeslat en liep weer naar het schilderij. Met de lat trok hij een denkbeeldige lijn tussen de duif en tuinman. Deze afstand is precies gelijk aan de afstand tussen Maria Magdalena en de koepel. Wanneer we nu tussen alle evidente elementen van een schilderij dergelijke lijnen trekken, dan ontstaat er een bepaald geometrisch patroon. Heb je toevallig een pen en een stuk papier? Uit de binnenzak van mijn jasje haalde ik een pen en gaf die aan de prior. De prior had reeds een velletje papier uit zijn agenda gescheurd. Eerst tekende hij heel dunnetjes de hoofdpunten uit het schilderij, die hij daarna met dikke lijnen aan elkaar verbond. Voor mijn ogen ontstond een figuur die deel uit leek te maken van een pentakel, een vijfhoek. Hij loopt uit het beeld. Wat bedoelt u? Laten we eens proberen de lijnen die ik op het velletje papier heb getekend te projecteren op het schilderij. Belangrijk is echter wel wat we precies de goede plek staan. Hij keek nu om zich heen en zocht blijkbaar iets. Ik liep naar het midden van de zaal om mijn pen op een tafel te leggen en zag dat in het bovenblad van een van de leestafels een kleine vijfpuntige ster was gegutst. Kijk, een ster! En wenkte naar de prior. Deze bekeek de tafel aandachtig
en wreef zijn vingers door de gootjes van de ster. De vijf punten van deze ster vormen toch ook een pentagram? Klonk het bedachtzaam en hij boog zijn hoofd tot het niveau van het tafelblad. Geef me het papier eens, wil je? Ik reikte het hem aan en hurkte op mijn knieën naast hem. We zullen de tafel moeten verschuiven om dezelfde positie te krijgen als de plek van de ster. Denkt u werkelijk dat dit de plek is van waar we iets kunnen ontdekken? Het lijkt mij nogal omslachtig. Help me nu maar, Hugo. De prior kroop onder de tafel en zette met de pen op een klein houten plankje dat recht onder de ster op de vloer was aangebracht een kruisje. Daarna schoven we de tafel iets opzij. Nu ging hij met zijn voeten op het gemerkte stukje hout staan en liet zich door de knieën zakken tot het niveau van het tafelblad. Met gestrekte armen hield hij het papier voor zich en keek in diezelfde lijn naar het schilderij. Het lijkt erop dat de lijnen van het schilderij daadwerkelijk een pentagram vormen, waarvan het centrum wordt gevormd door de linkerhoek van de stadsmuur, precies het punt waar het fundament van de muur begint. Ik liep naar het schilderij en bekeek het punt op de stadsmuur. Zou dit de plaats markeren waar Harold Archik momenteel graaft? Vroeg ik aan de prior. Deze keek nu op en zei... We mogen het niet uitsluiten, maar eerst moeten we hierover meer zekerheid hebben. Kunt u wel iets zeggen over de lijn die buiten het schilderij valt? Nou, ik ben net aan het kijken. Het lijkt erop dat... De prior maakte zijn zin niet af en liep met stevige passen in de richting van de boekenkast en stopte halverwege. Met zijn wijsvinger trok hij nu een denkbeeldige lijn vanuit het schilderij naar de boeken in de kast. Langs zijn vinger kijkend liep hij voorzichtig naar een boek dat gemarkeerd werd door het uiteinde van de lijn. Kijk Hugo, dit is geen toeval meer. Dit is bewust zo gemaakt. Kijk, hier, bekijk dit oude boek maar eens. Ik was verbijsterd toen ik de titel las. Le combattant celtique, son nom et son veuve. De Keltische weduwe! Ik bladerde door het oude boek, maar kon er zo gauw niet iets bijzonders uit opmaken. Net toen ik het boek aan de prior had teruggegeven, hoorden we voetstappen in de gang. Luxorius. Hij plaatste het boek terug in de kast. Ik liep snel naar de zware tafel en schoof hem weer op zijn plaats. De deur van de bibliotheek ging open en een oude monnik bleef in de deuropening staan. Ik herkende hem als de monnik die zijn hoofd tijdens het eten vooroverboog toen ik hem aankeek. Ook nu leek hij onze blikken te mijden, want hij staarde naar een van de tafels en zei toen zachtjes... Goeiedag, u had naar mij gevraagd. De prior liep naar hem toe, gaf een hand en leidde de oude monnik naar een bankje. Ja, wij zijn nogal geïnteresseerd in de Maria-verschijningen die zich de afgelopen jaren in Frankrijk hebben voorgedaan. Een congeniaal van ons, Père Justine, die enkele maanden geleden hier heeft mogen studeren, die heeft ons zojuist deze abdij aanbevolen vanwege de prachtige bibliotheek. Mag ik u voorstellen aan Père Noorden? Ik knikte en liep naar een boekenkast. Kunt u ons enige boeken laten zien met betrekking tot het onderwerp? Boeken? Welk onderwerp? Dit was niet de monnik die Justine bedoelde. De wijze waarop hij met ons communiceerde, zijn mentale afwezigheid en mogelijk ook zijn desinteresse voor hetgeen we pretendeerden te onderzoeken, leken dit te bevestigen. Ik kwam alleen maar even kijken of alles nog eens was. En wanneer u mij excuseert, dan ga ik maar weer. Hij slofte naar een grote kaarsenstandaard en stak met een lucifer de kaars aan. Toen draaide hij zich naar ons om en zei... Het zal zo wat donker worden, dus u moet de overige kaarsen maar zelf aansteken. Tenminste, als u nog wil blijven. Merci, antwoordde ik en ik vroeg toen... Père Luxorius, hoe gaat het met Père Sopton? Is hij echt zo ziek als de afons vertelde? Kunnen, of beter gezegd, mogen we hem misschien morgen bezoeken? Kunt u ons zijn kamer tonen? Vraag het onze arts. Luxorius liep naar de deur. Hij draaide zich naar ons om en fluisterde... Ik denk het niet, maar misschien sterft hij wel vannacht. De monnik sloot de deur en we hoorden het sloffende geluid van zijn voetstappen langzaam weg hebben. Ik liep weer naar de boekenkast en pakte het boek. Intussen stak de prior enkele kaarsen aan, want de duisternis viel nu snel in. Bij het licht van de kaarsen begon ik door het boek te bladeren. Het verhaalde over een ridder, Conrad van Klinsen, die door een bisschop aan het hof van de hertog van Neder-Lotharingen, Godfried van Bouillon, werd geïntroduceerd.
Konrad vertrok al snel na deze kennismaking, samen met Godfried, zijn broers Eustachius en Boudewijn, in het voorjaar van 1096 naar Jeruzalem, het doel van de Koene Kruisvaarders. Er werd verder beschreven hoe de strijd tegen de heidenen culmineerde toen een lid van de fundamentalistische assassinensekte de Mamelouk Modoud van Mosul in Damascus doodstak. Bij deze strijd raakte ook Konrad zeer ernstig gewond en met de hulp van de bemanning van een Grieks koopvaardijschip werd hij overgebracht naar Constantinopel, waar hij in een hospitaal werd verpleegd. Na zijn herstel, hij bleef echter mank, stelde de ridder zich opnieuw ten dienste van het kruisvaarderideaal en overrompelde enkele maanden later samen met zo'n 100 andere ridders een paar Turkse garnizoenen. In het Syrische Antiochia leerde hij de dochter van een Armeens stamhoofd kennen en huwde haar in het jaar 1098. Als onderdeel van de bruidschat kreeg hij een geheimzinnige stenen kruik waarin een koperen rol zat. Konrad had echter meer aandacht voor de gouden en zilveren munten waarmee hij nog jaren in weelde kon leven. De kruik verdween op een zeker moment, met de koperen rol nog in zich, in de kelders van een kleine burcht die hij zich had laten bouwen. In het jaar 1100 werd hun eerste en enige zoon geboren. Enige jaren na deze geboorte verdween de ridder tijdens een reis naar Jeruzalem en er werd nooit meer iets van hem genomen. Het laatste hoofdstuk, zo'n 25 pagina's dik, was uit het boek gescheurd. Voor mij een raadselachtig einde dus. De prior fronste zijn voorhoofd toen hij mijn resume had aangehoord en zei: zet het boek maar weer terug in de kast. Het is een mooi verhaal, maar zonder einde is het nutteloos voor ons. We hebben in ieder geval de aanwijzing van het schilderij nog. Ondubbelzinnig wijst het een en ander naar Jeruzalem. Rest ons nog de vraag wat de Kelten ermee van doen hebben. Ik begrijp de titel van het boek anders niet en daarom moet er tegen sprake zijn van een sterven van de ridder en niet van zijn verdwijnen. Nee Hugo, het laatste hoofdstuk is tamelijk essentieel. We moeten die Sultan te spreken krijgen met of zonder hulp van Dussault. Laten we daar maar niet te lang mee wachten. De prior knikte en blies de kaarsen uit. We verlieten even later de bibliotheek. Slechts het papiertje met de schets van de prior bleef op een van de tafels liggen.